Dinsdag 15 september 2020. De dag dat ook de mais gebracht werd, zag ik wat onrust in het land en ik ben er met de trekker naartoe gereden. En kijk eens, een kalfje in de wei. En wat heel bijzonder is tussen al deze zwart-bonte koeien, het kalfje is rood-bont. Dan denk je misschien, hoe kan dat nu, zo'n rood-bont kalfje tussen de zwart-bonte koeien? Wel, omdat er de laatste jaren best vaker geïnsemineerd wordt met roodbonte stieren, dan wordt de kans wat groter dat je af en toe een roodbont kalfje krijgt. En wie mijn vlog al eens gezien heeft, want dat de kalveren afgelopen zomer naar buiten gingen, daar liep ook een roodbont kalf tussen. En dat is een volle zus van dit kalfje. Dezelfde moeder en dezelfde vader. En de moeder is hier de linker koe. Prachtig gezicht. Ik heb gewoon een poos in het land staan te genieten. Nou, toen werd het zaak om dit kalfje naar huis te gaan brengen. Dat heb ik verder niet gefilmd. Wel dat het kalfje hier thuis vlak bij de stal is. Ik had hem met een bakje achter de trekker naar huis gebracht. En hier staat hij op de stoep en wordt verwelkomd door de beide honden. Het kalfje weet niet wat daar overkomt. Haar, het is trouwens een meisje. En ze laat allemaal toe. Ja, de honden krijgen er geen genoeg van. Tijd kijken naar zo'n roodbont kalfje. Dat is toch anders dan een zwartbont kalfje. En nu is het inmiddels ruim 2 weken later. En nog steeds geniet deze hond van het kalfje. Dikke vrienden, of niet?